Hoi, boogschutter. Welkom bij je reading voor december. Allereerst voor degene die jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. Geniet van een nieuw jaar in je leven. En gaat vieren met taart en nootjes en chips en kaas en alle ongezond dingen in het leven. Maar vooral met familie en heel veel warmte. Dus dat allereerst. Ten tweede, we gaan de feestmaand in. Wat je ook gaat vieren, Sinterklaas, kerst, joel, wat het ook is. Ik wens je daar ook heel veel plezier mee. Dus ja, ik hoop gewoon dat je een geweldige maand krijgt. Dan, ik ga een reading doen die te maken heeft met energieën. En die energieën die komen vanuit jou, misschien vanuit je omgeving. En de combinatie daarvan. En ik hoop je daar enig perspectief in te kunnen geven. En de eerste kaart waar ik mee ga beginnen, die had ik eigenlijk al vrij snel. Die is van het Sterrenlicht Orakel van Rebecca Campbell. Had ik al gezegd, neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten bij deze. In ieder geval, de eerste kaart, alle wegen leiden naar huis. Innerlijk overwicht, intuïtie, richt je blik naar binnen. Ik vind het frappant, alle wegen leiden naar huis en dan voor... Eigenlijk een soort wandelaar in het leven als een boogschutter. Jullie zijn de wandelaars. Jullie zijn de ontdekkingsreizigers. Ik bedoel, als we geen boogschutters hadden gehad, nou geloof me. Dan hadden we Andorra nooit gevonden hoor. Nee, ja, omdat hij zo klein is. Nou, als je grap moet uitleggen, dan is hij al niet meer grappig. Laat maar gaan. Maar jij bent een ontdekkingsreiziger en je ontdekt dingen en je gaat naar plekken toe en van alles. En toch krijg je dan de kaart, alle wegen leiden naar huis. Oftewel, je kunt nooit verdwalen in het leven waar je ook heen gaat. Wat je ook probeert, wat je ook doet. Je komt altijd wel weer thuis. In je eigen vertrouwde, veilige omgeving. Het is er één, dus ik pak hem. En dus heb je de vrijheid om gewoon te mogen ontdekken. En jezelf uit te drukken. En om... op reis te gaan. Of dat nou een fysieke reis is, dat je naar Thailand gaat. Of Australië. Of dat het een innerlijke reis is. Naar de diepste krochten van je hart en weer terug. Maar goed. We hebben van de Vintage Wisdom... expression, expressie, jezelf uitdrukken, jezelf laten zien. Wat zit er binnen in jou, boogschutter? Wat zit er binnen in jou? Wat wil je laten zien aan anderen? Wat wil je de wereld meegeven? Welke ontdekkingen heb jij gedaan in het leven? Welke reizen heb je afgelegd? En wat wil je delen met anderen? Wat wil je laten zien? Wie ben je echt? Oké. De eerste kaart, je eigen energie, awakening. Wauw. Awakening. Het oordeel. Dit is eigenlijk het oordeel in andere tarots. Maar hier heet hij awakening. Ontwaking. Misschien kom je tot een bepaalde conclusie. Misschien krijg je ergens een tweede kans over. En dat je dat met alle hernieuwde kennis... aan kunt gaan. Je ziet hier ook gewoon het licht vanuit haar kruinchakra opstijgen. Je ziet het licht in haar ziel met al die sterretjes en stipjes en dingetjes. Maar ik zie een hele hoop verlichting. Een beetje zoals in de 18e eeuw. Ik weet niet of je Descartes kent of zo. Of weet je wel van die filosofen. Maar destijds... geloofde iedereen heilig van, nou als God het op je voorzien heeft, nou dan ga maar aan de kant, dan ga je hartstikke dood. Terwijl bij de verlichting werd er eigenlijk gezegd van, ja maar je bent helemaal niet afhankelijk van. Je hebt alle touwtjes in je leven zelf in handen. En ik krijg een beetje dat gevoel hiermee. Dat je in die fase in het leven zit. Dat je heel goed, heel duidelijk beseft... dat jouw lot niet in de handen ligt van een ander, maar in die van jezelf. Dat jij invloed hebt over alles in je leven. Oké. Tweede kaart. We hebben oppression. Oef, dit is de kaart voor je omgeving.
Welke energie komt er vanuit je omgeving? Oppression. Dit is de duivel. Ja. Kijk, het kunnen twee dingen zijn. Of ze breken met hetgene wat hun op hun plek houdt. Misschien wel doordat ze zien dat jij het doet. Of ze blijven zitten waar ze zitten omdat ze het gevoel hebben geen andere kant uit te kunnen. Mocht het een steenbok zijn, toevallig waar je mee te maken hebt, dan staat diegene ontzettend sterk in zijn eigen schoenen en die weet precies wat hij wil. Maar ik moet hier dadelijk even eerst even de verduidelijking op zien. Onverwachte gebeurtenissen, transformation, dit is de dood. Transformatie. Deze kaart staat gelijk aan de dood in normale tarot decks. Transformatie, verandering, een innerlijke transformatie, heb ik het gevoel. Maar ik heb hier ook expression, jezelf uitdrukken. Alle wegen leiden naar huis, die komt voor mij heel erg overeen met het oordeel, met awakening, met die ontwaking. Dit komt bij mij heel erg overeen met de dood. Laat die transformatie maar zien. Een beetje als een rups in een cocon die langzaam maar zeker die vleugels opengooit. Hier ben ik. Kijk eens naar mijn vleugels. Kijk eens naar die vrijheid die ik heb gewonnen. En het maakt niet uit hoe ver weg ik ga. Of dat nou fysiek is of spiritueel. Ik kom altijd weer thuis. Ik kom altijd terug bij mezelf. Wauw, what a reading. En dan als laatste de combinatie van 1, 2 en 3. De toren. My god. De toren. En dat voor een boogschutter. Als combinatie van deze drie energieën. Jijzelf, je omgeving en het onverwachte. Ik zie een boogschutter die nergens bang voor is. Ken je die film Fearless of zo? Heette die Fearless? Ik weet het niet. Het was een film met Will Smith over aliens. En die aliens die konden je alleen maar vinden of zien of voelen als je bang was. Will Smith had daar de hoofdrol in. En hij was de enige die met die monsters kon vechten omdat hij de enige was die niet bang was. Ken je die film? Dat is wat ik hier af zie spelen. Dat is wat ik zie. Ik zie iemand die beseft dat hij onafhankelijk is. Dat hij niks te vrezen heeft. Dat hij altijd weer thuis komt. Dat hij nergens bang voor hoeft te zijn. Die dit laat zien. Een beetje een Will Smith die heldhaftig dat zwaard zo, weet je wel, zo uit zijn dingen trekt. Heet dat een holster? Nee, dat heeft geen holster. Dat is bij geweren. Maar laat maar gaan. En hier zie ik ook iemand met dat zwaard zwaaien en afscheid nemen van alle mogelijke monsters die er op zijn of haar pad komen. Dat is wat ik zie. Oeh, ik voel het ook. Merk je het aan me? Oh, ja echt. Ik weet je wat ik altijd heb als het december is en de boogschutters weer jarig zijn jullie dus. Is jullie schuld hè, wat ik nu ga vertellen. Nee. Nee, maar weet je wat ik dan altijd heb? Dat ik altijd roekeloze dingen doe. Ik doe in december altijd roekeloze dingen. Ik heb een keer heel mijn kamer veranderd. Gewoon helemaal alles omgeswitcht van plek en van alles en nog wat. Ik ben mijn YouTube kanaal, kwam ik spontaan op het idee. Ik zag zo'n ding, zo'n camerahoudertje, weet je wel, met zo'n lampje. Bij de Action, die heb ik spontaan gekocht. De volgende dag zat ik te filmen, dat ik echt halverwege dacht, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik heb gewoon totaal roekeloze dingen gedaan en dat doe ik altijd als jullie jarig zijn. En ik voel dit nu ook. Ik heb gewoon nu gewoon zin om naar buiten te gaan en iets roekeloos te doen. Ik weet nog niet wat, maar dit is die energie die ik altijd voel als jullie jarig zijn. En dan denk ik altijd, Sophie, pas nou op je tellen. Doe nou verstandig. Wees nou gewoon, hè? Een stier die zijn leven op orde heeft. Nee, ja, ben gek. Ik doe altijd iets roekeloos.
In de coronatijd heb ik voor €600 aan kerstcadeautjes gekocht voor mijn moeder. Voor mijn familie en zo. Heb ik echt gedaan. Ja, het was toch lockdown. Waar ga je je geld aan uitgeven? Je mag toch nergens heen. Terug naar jou. Sorry. Ik ga het niet meer over dingen hebben die ik doe. Ik ga het dingen over dingen hebben die jij doet. 7 van staven. Als je eenmaal je standpunt hebt, dan blijf je daarbij. Als je eenmaal je standpunt hebt, ja. Maar waarover heb jij je standpunt? Nou, in ieder geval over het verslaan van monsters, denk ik. En over het terug naar huis komen. Ik heb niks te vrezen van niemand. En ik ga dit gewoon doen. Oké. Voor de ontwaking, voor het oordeel, hebben we de koning van pentagrammen, de 6 van bekers en de 5 van bekers. Ik zie je hier nadenken. Ik zie je echt nadenken. Maar ik zie je nadenken op twee manieren. Het eerste is over de good old days. Ik zie je nadenken over dit was mooi, dat was mooi, dat was een mooie ervaring. Dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Maar ik zie je ook nadenken als in, ik ga niet terugkijken op dingen die uit het verleden die er nu niet meer toe doen. Ik zie je op twee manieren nadenken. En ik zie je op twee manieren dit in praktijk brengen. Het eerste door te zeggen, de good old days, die neem ik mee. De mooie oude tijd, vroeger was alles beter. Nee, dat niet. Nee, maar, hè? Oh, ik zie je nadenken over de goede oude tijd. En mooie herinneringen. En die zie ik je verzamelen. Aan de andere kant zie ik je zeggen, het heeft geen zin om in het verleden te blijven hangen en te blijven kijken naar de bekers die omgevallen zijn. Want het leven biedt veel meer dan dat. Met die 2 volle bekers, die brug, het kasteel. Het leven heeft veel meer te bieden dan dat. En je doet dit op je eigen tempo. Ik zie geen haast. Ik zie dat zij geen haast heeft. Ik zie dat de koning van pentagram heeft ook nooit haast. Als je dat tegen zegt, nou schiet eens op, dan is het rustig, rustig, rustig. Het komt allemaal wel. Ik zie je dit op je eigen tempo doen. Ik heb geen haast hiermee. Ik doe dit op mijn eigen manier. Ik neem dingen mee uit het verleden die ik mee wil nemen. Ik laat dingen achter in het verleden als ze me niet meer van dienst zijn. En ik doe dit op mijn eigen tempo. Je kunt me wel willen opjagen. Maar daar heb ik op dit moment helemaal geen behoefte aan. Dat is eigenlijk wat je hier letterlijk zegt. Je gaat dit doen op je eigen manier, op je eigen tempo. En hetgene wat je dierbaar is, neem je mee. En je gaat niet zitten treuren om mislukte mogelijkheden, want er zijn altijd wel weer nieuwe mogelijkheden. Dat is wat je zegt. Dus waarom zou ik geen nieuwe dingen uitproberen? Waarom zou ik dat nieuwe pad niet gaan bewandelen? Waarom zou ik die nieuwe reis niet gaan maken? Of dat nou een fysieke reis is of een innerlijke reis, maakt niet uit. Maar dan je omgeving. De duivel. En terwijl ik hier zit, zit ik meteen met een knoop in mijn maag. En ik heb hier 2 kaarten die eruit vallen. En ik heb een gevoel van verlies. En ik heb een gevoel van, ik wil mijn verlies niet toegeven. Ik zie hier 2 kaarten. Eentje van verlies, verdriet. Iemand die... En ik zie hier... Verzet. Ik zie verlies en verzet. Fuck. En dit zijn kaarten die er gewoon zo nu los uitvallen, maar... Verlies en verzet vanuit je omgeving. Oké. Verlies en verzet. Oké.
voor de duivel. We hebben de page van bekers. Ik heb de 7 van pentagrammen en ik heb de 8 van zwaarden voor je omgeving. Oké. Okay. Poeft. Oké. Okay. Oké. Okay. De hoofdkaart, de grote lijn hieronder is de duivel. En of je breekt met tradities en gewoonten en routine en dingen die je op zijn plek houden. Of je blijft erin zitten. En ik zie vanuit je omgeving wel de wil om eruit te komen. Ik zie dat ze willen gaan voor dingen die belangrijk zijn. Dat ze willen groeien en ontwikkelen. Maar ik zie ook gedachten die hun op hun plek houden. Aan de ene kant zie ik iemand die beseft, oké, ik wil hier niet blijven zitten, ik wil eruit, ik wil groeien en ik wil vrijheid. Maar aan de andere kant zie ik ook iemand die twijfelt, voornamelijk aan zichzelf, aan wat hij kan, wat hij wil. En niet van zijn plek durft te komen. Eén van die twee. En ik wil hier een beetje verduidelijking op. Ik weet niet. Ik weet niet wie dit voor je is. Ik weet niet wat dit is. Het kan ook een bepaalde energie zijn om je heen. Vanuit je omgeving. Het kan ook een persoon zijn. We hebben hem al. 4 van zwaarden. 7 van bekers. 6 van bekers. Oké. Okay. Ik zie twijfel. Echt twijfel. En twijfel is, ja, hoe gaat het in de spreekwoord ook weer? De wegen van de duivel. De wegen van de duivel zijn, the roads of the devil are paved on doubt. De wegen van de duivel zijn gelegd op twijfel. En ik zie hier iemand twijfelen. Vanuit je omgeving of een twijfelachtige energie. Het hoeft niet per se een persoon te zijn. Maar ik zie heel veel twijfel. En die twijfel houdt wie of wat dit ook is op zijn plek. Ik zie de behoefte aan genezing. Ik zie de behoefte aan vrijheid. De behoefte om dingen te proberen. Ik zie iemand terugpakken naar de good old days. Naar de mooie oude tijd. Maar ze weten niet hoe, ze weten niet wat ze moeten kiezen. Ze weten niet op welke manier ze dit aan de steel moeten steken. En dus blijven ze zitten waar ze zitten. Mocht je een crosswatcher zijn, dikke knuffel. Echt waar, ik leef met je mee. Ik weet hoe dit voelt, ik heb er ook gezeten. Je omgeving heeft behoefte aan vrijheid. Autonomie, zelfstandigheid, zelfverzekerdheid. En ze proberen het. Ze proberen het. Page van bekers, 4 van zwaarden, 6 van bekers. Ze proberen het, proberen het, proberen het. Maar ik zie zoveel twijfel met die 2 zevens. En de 7 van pentagrammen. En de 7 van bekers. En dan zie ik die 8 van zwaarden. Ik zie de behoefte aan genezing, verandering. Ik zie alles vanuit je omgeving. Ze hebben het nodig, maar dat krijgen ze alleen. En als je een crosswatcher bent, het spijt me, je krijgt het alleen als je bereid bent hier doorheen te breken. Dan heb je je vrijheid. Vertrouw op wat je kunt. Vertrouw op wat je, op wie je bent en alles. En dan kun je door die zwaarden heen. Het enige wat je hoeft te doen, is de touw doorsnijden met één van die zwaarden, hoe eng het ook is. En dan heb jij je vrijheid. En misschien boogschutter, misschien kunnen ze iets van je leren, van jouw mentaliteit. Misschien kun je ze hiermee helpen. En dat is eigenlijk hetgene wat ik net verteld heb. Jullie energie helpt mij altijd om iets nieuws te doen.
Ook al is het voor mij roekeloos, het helpt me altijd om door oude patronen heen te breken. Dat doet jullie energie. Ha. Door oude patronen heen breken. Soms moet je het lot gewoon een kans geven. Soms moet je dingen gewoon een kans geven. En gewoon kijken, oké, het universum staat achter me en ik kijk wel hoe het rad van fortuin draait. En ik ga erin mee, want stilzitten kan ik altijd nog wel. Sterker nog, als ik er straks dood ben, dan kan ik stil liggen voor de rest van all eternity. Dus, maar jullie energie helpt om door dit soort dingen heen te breken. Dus als je een steunpunt kunt zijn voor je omgeving, doe dat dan. En alles wat je hoeft te doen is jezelf te zijn. Dus alles wat je hoeft te doen. Gewoon jezelf zijn. En daarmee kun je andere mensen helpen om hier doorheen te breken. Transformatie. We hebben de 10 van zwaarden. Nee, jij bent niet bang om ergens doorheen te breken. Nee. Jij staat stevig in je schoenen. Gematigdheid is rechtstreeks verbonden met jouw sterrenbeeld. Jij staat stevig in je schoenen. Ja, dat weet ik. En daardoor kun je ook gewoon duidelijke keuzes maken. En op de bodem van de dek zie ik de koning van staven. Pst, ja. Ja. Jij weet wat je wil. Je weet dat je afscheid moet nemen van dingen. En dat kan soms pijn doen. Ja, dat klopt. Maar ik kom altijd weer terug bij mezelf. Dat is wat je zegt. En daarom weet ik ook precies wat ik wil. Daarom ben ik niet bang om keuzes te maken. Wat wil ik? Ik kan bang zijn voor die slang. Maar die slang kan ook een tegengif voor iets anders zijn. En in medicijnen verwerkt worden. En dat soort dingen. Hè? Ik kan wel zeggen, hier, die toren die zit hier heel hoog op een berg. Maar... of het kasteel. Maar als ik die berg niet beklim, kom ik ook nooit in het kasteel. Je kunt zeggen, ik ga voor die juwelen en dat soort dingen. Maar hè, met juwelen, die hoef je niet allemaal zelf te houden in een juwelenkistje. Die kun je ook gewoon dragen en aan iedereen laten zien. Die overwinning kun je voor jezelf houden, overwinningskrans. Maar je kunt hem ook delen met anderen, die overwinning. En ik denk dat jouw omgeving daar heel veel behoefte aan heeft. Om dat samen met je te doen. Jij bent niet bang om afscheid te nemen. Je bent niet bang om te transformeren. Om het oude achter je te laten en het nieuwe te accepteren. Je staat stevig in je schoenen. 1 voet in het water, 1 voet op de aarde. Het is een kwestie van geven en nemen. Van het een bij het ander schenken met die bekers. En je kunt gebruik maken van het leven op aarde en het vliegen door de lucht. Want met die vleugels. En er is altijd een nieuwe zon die opkomt. En de keuze maak ik zelf. Want ik kom altijd weer terug thuis. Altijd. Jij bent niet bang om keuzes te maken. Je bent niet bang om afscheid te nemen. Wat is die film met Will Smith? Ik kan het nu ook niet opzoeken, want mijn telefoon is aan het opnemen. Maar ik zie het gewoon hier gebeuren. Ik zie het hier gewoon gebeuren. Ik zie die film hier afspelen. En heette die Fearless? Ik weet het niet meer of die zo heette. Maar die film, ik zie hem hier gewoon afspelen. Ik zie een boogschutter die nergens bang voor is. En die gewoon zegt, als het tijd is voor een nieuwe fase, dan ga ik naar die nieuwe fase. Als het tijd is om te transformeren en mijn vleugels uit te slaan, dan doe ik dat. En dan gaan we nog naar de toren. Oh my. Oeh, ik hou mijn hart vast. Wie valt eruit? Aas van bekers. Als je het doet, boogschutter, waar je ook voor gaat, zorg. Zorg dat het belangrijk voor je is. Hou van de dingen om je heen. Hou van de mensen om je heen. Zorg dat je hart altijd vol is. Dat is denk ik wel het belangrijkste wat jij kunt doen als boogschutter zijnde. Motivatie, inspiratie, creatie, alles jongen. Oké. Voor de toren, we hebben de zegenwagen. Vooruitgang, doelgerichtheid. Ik zie mijn doel voor ogen en ik ga ervoor. En ik ben er niet bang voor. We hebben de 8 van bekers. Nee, je bent niet bang om afscheid te nemen.
als jij vaarwel moet zeggen tegen 8 bekers om 9 bekers te bereiken en je dromen waar te maken, dan doe je dat. Ja, inderdaad, dat klopt. En de 5 van staven, je bent voorbereid. Je bent voorbereid. Je hebt je hier al heel lang op voorbereid. En als daar een toren voor in moet storten, dan moet dat. Want ik ben voorbereid. Ik wist al dat dit ging komen. Ik heb er goed over nagedacht. Dat heb ik op mijn eigen tempo gedaan. Weet je nog, met die koning van pentagrammen? Dat heb ik op mijn eigen tempo gedaan. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik altijd weer thuis kom en altijd weer bij mezelf kom. Dus ik kan die transformatie maken. Ik ben voorbereid. Laat die toren maar vallen. Want ik heb mijn doelen gesteld. En ik ben niet bang om ervoor te gaan. Wauw. Nee. Jij bent niet bang om je doel achterna te gaan. Dat ben je zeker niet. Zeker niet deze maand. Nu je in je zone zit. In je, hè, nu je energie sterk is. Je bent niet bang om afscheid te nemen van hetgene wat nu niet meer voldoende is. Je weet dat er meer ligt achter de horizon. Dat weet je. 9 bekers liggen achter de horizon. En je bent niet bang om ervoor te gaan. Ook al is het nacht. Ook al heb je alleen het licht van de maan om je te bewijzen. Of om je doel of om je weg te vinden. Je bent er niet bang voor. Ik heb mijn doelen gesteld. En ik ben niet bang om ervoor te gaan. Sterker nog, ik doe het. Ik doe het. Ik doe het, want ik ben er klaar voor. En ik ben voorbereid. Want ik heb hierover nagedacht. Ik weet wat ik wil. Poeft. Ja, en dit is precies hoe jij andere mensen inspireert. Dit is ook wat je in het dagelijks leven doorgeeft aan anderen. Zo zit je in elkaar. Aard van het beestje. Kun je niks aan doen. Maar Zonder enige vorm van angst. Je weet wat je wil. En ik ben nog steeds een beetje lichtelijk bedwelmd door je energie. Daarom was ik even 2 seconden stil. Ja. Je advies. Ik ga naar je advies. Hoe noem je dat nou in het Nederlands? Fearless. Fearless. Ja, je kunt niet zeggen zonder angst. Of weet ik het wel. Of angstloos. Hoe noem je dat in het Nederlands? Hoe heet dat? Maakt niet uit. We hebben de koning van bekers als je advies. Dat is het eerste. We hebben gerechtigheid als je tweede advies. En ik heb de dwaas als derde advies. Wat ik als tegen je zei toen die aas van bekers er zomaar uitviel. Doe wat belangrijk voor je is. Zorg dat je hart vol is. Ga uit vanuit je motivatie. Het punt waar je sterk bent. Ga uit vanuit je hart. Ik bedoel, je bent nu eenmaal een vuurteken. Vuurtekens en watertekens, allebei, hebben gevoel nodig. Ten tweede, welke beslissing je ook moet nemen, neem hem. Neem die beslissing. Onbevreesd, dat is het woord. Onbevreesd, fearless, onbevreesd, dat is wat je bent. Dus wees onbevreesd, neem gewoon die beslissing en ga vooral dat nieuwe avontuur aan. Laat die toren maar vallen. Je weet waar je doelen liggen, je bent niet bang om ze achterna te gaan. Ga er gewoon naartoe, je bent voorbereid. Je wist al dat dit ging komen. Je hebt het uitgedacht en nu ga je het doen. Je wist al dat dit ging komen. En je gaat onbevreesd de horizon tegemoet. En wie deze compagnon ook is, neem lekker mee op sleeptouw. Ga lekker samen verdwalen. Oké. Ik ga nog een kerstkaartje voor je pakken. Het zijn dezelfde als vorig jaar. Ik had geen tijd om nieuwe te maken, helaas. Het spijt me. Maar het komt uit een goed hart. En ik heb deze. En dat is
koor. Stem jezelf af op anderen. Stem jezelf af op anderen. Ik denk dat jouw omgeving heel veel behoefte heeft aan jouw energie. Dus als je dit gaat doen, dan hoop ik van ganse harte dat je ze een beetje meeneemt. Want ze hebben het nodig. Ze hebben jouw energie nodig. Die onbevreesdheid. Ze hebben het nodig. Ik zie het hier. En jij kunt degene zijn die gewoon even dat net dat ene extra kleine duwtje geeft om ze hier uit te helpen. Maar stem jezelf af op je omgeving, op anderen. En ik denk dat je dan, dat je niet eens alleen zelf je dromen en wensen bereikt, maar ook de mensen om wie jij geeft. Oké. Lieve boogschutter, ik ga hem hiermee afsluiten. Nogmaals, fijne verjaardag. Ik wens je een hele fijne maand met Sinterklaas, met kerst, met Joel, wat je ook gaat vieren. Heel veel plezier, geniet ervan. Al is het maar dat je gewoon lekker samen bent met vrienden, familie, warmte. Hele fijne maand december en ik hoop tot ziens. Dankjewel, doei!